Zeggen, ja, eigenlijk gaat het helemaal mis met die beleggers. Heeft hij gelijk? Is de koers van de jongen op dit punt fataal? Nou, ik denk dat het voor heel veel kleine beleggers wel een groot probleem is. Ja. Het is natuurlijk niet alleen Hugo de Jonge, maar natuurlijk ook Marnix van Rij. Die natuurlijk fiscale maatregelen aankondigt. Drie CDA's samen trouwens. Je zou denken, misschien kunnen ze met z'n drieën op een andere manier oplossen. Maar ze suggereren eigenlijk dat je die commerciële huurders, ze kunnen geen geld meer verdienen. Kun je het zo zeggen? Ja, nou, je hebt sowieso institutionele beleggers. Ze hebben natuurlijk al heel laag rendementen. Dus dat is, dan heb je het over 4% bruto. De pensioenfonds enzovoort. Pensioenfonds, et cetera. Dus daar kan eigenlijk al bijna niks meer van af. Wil je de pensioenen normaal kunnen betalen? En kleinere beleggers, die gaan natuurlijk wel een probleem krijgen. Want aan de ene kant gaan ze minder huur kunnen krijgen als ze nieuwe contracten afsluiten. Mm-hmm. Dat is nog wel even iets anders. Ik denk, daar vergist Hugo zich wel in. Hoeveel nieuwe contracten gaan je hebben? Hij verwacht dat 20% mutatie, dus dat in 4-5 jaar tijd 300.000 woningen zo worden omgezet. Mm. Dat ga je nooit halen. Voordat die huurverlaging zeg maar door... Ja, het contracten worden gewoon gerespecteerd. Ja. Nee, maar dus... laten we eerst even die beleggers. Want de archetypische, vaak wordt het dan de huisjesmelkers. Dat kan ook de winkelier op de hoek zijn die 1-2 pandjes eromheen koopt. Denkt, dat is mijn pensioen. Daar grijpt mede de jongen nu op in. Wat gebeurt er met zo iemand volgens jou nu? Nou ja, als hij dus aan de ene kant minder huur kan krijgen omdat hij in het nieuwe puntensysteem gaat vallen, dan moet overigens, wat ik al zeg, dan moet de huurder wel de huur opzeggen. Ja. En dan moet er een nieuw contract komen. Ik denk dat je wel ballen moet hebben om nu je huurcontract op te zeggen, want er is helemaal geen aanbod. Dus de verhuurder kan gewoon zeggen, joh, dan verkoop ik mijn woning. Ja, toedeloe, ga maar anders naartoe. Dus dan kun je terug naar... Dat is wat de Vries ook zei, ze gaan die huizen verkopen. Ja, maar wat ik veel belangrijker vind, want ik zit hier helemaal niet als ambassadeur van de woningbeleggers, is dat het heel erg afleidt van waar het echt om gaat. Wat overigens de Nederlandse bank en de regering ook zegt. Er moeten veel meer nieuwe woningen komen. Ja. En het leidt ontzettend af. De hele ministerie is nu al 9 maanden mee bezig. Ze moeten zich op focussen. Nieuwe woningen. Sandra.